hele fondsteel en so sê wat se tipe verwantskap dit dan nou is vir elke leerling, want jou suster funksie is ook nie. So hierso kyk ons al die x-waardes is verskillend, al die y-waardes is verskillend vir elke x-beeld af net op 1 y, vorm 1 tot 1, en dit is een funksie. By die tweede enetie, daar so het jy ook verskillende x-waardes, so dadelik jy sê dit gaan een funksie wees, maar hierso is min 2 wat afbeeld op 5 en 2 beeld ook af op 5, so jy het meer x-waardes vir 1 y-waarde, daarom is dit een meer tot 1 funksie. By die derde ene, daar so het jy met ander woorde dan nou 1 x-waarde wat weer na 2 y-waardes toe gaan, so dit is een 1 tot meer afbeelding, hy kan nie funksie nie. Hier by nummer 4, van elke x na sy eie y-waarde toe, so dit is een 1 tot 1 funksie. En dan by hierdie ene het jy weer bijvoorbeeld vir 1 wat na 3 toe afbeeld, maar 3 beeld ook na 3 toe af, so dit is 2 x-waardes maar 1 y-waarde, wat beteken is weer meer tot 1 funksie. Dan by nummer 2 moet jy net gesê het of dit dan nou een funksie is of nie, elkeen van die grafieke, so die eerste enetje is wel een funksie. Die tweede een is nie funksie nie, as jy jou lijn daar intrek, het daai x-waarde bijvoorbeeld 3 verskillende y-waarde, so daar is meer y-waarde vir 1 x-waarde. Dan by hierdie eenetjie het ek weer een funksie, en dan daai net weer nie funksie nie, of is nie funksie. En dan ons laaste ene, daarom het jy gesê, hoe beperk jy jou waardeversameling by elkeen van hulle om een funksie te word, so jy teken net die bokant van die grafiek of net die onderkant. So jy kyk wat jou y waarde en jy teken om vir y groter gelijk aan 0 of 2 bedoel ek, of y kleiner gelijk aan 2. By die tweede ene teken jy vir y groter gelijk aan minus 1 of y kleiner gelijk aan minus 1. By die laaste ene teken jy of net die boonste helfte of die onderste helfte van jou sirkel, so y groter gelijk aan 2 of y kleiner gelijk aan 2.